Kopenhagen, ik vind dus, Yvonne zei het ook, ik denk politiek moet hier de kaders geven. Politiek moet hier de grenzen stellen. Er is niemand anders die dat kan doen. Daar hebben we de politiek ook voor uitgevonden. Dat moet wereldwijd gebeuren, dat moet in de Europese Unie gebeuren. Dat moet nationaal gebeuren. Nationaal gebeurt het helaas op het moment veel en veel te weinig. Dat vind ik echt zelf een grote teleurstelling. Als ik bedenk wat ik verwachtte 2 jaar geleden toen dit kabinet aantrad. Maar het moet natuurlijk ook in gemeentes en in Leeuwarden gebeuren. En ik ben op het moment vrij veel op pad en geef lezingen en kom in veel gemeentes. En mijn gevoel is dat er in gemeentes op dit moment veel en veel meer gebeurt en wordt nagedacht dan landelijk. Dat landelijk allemaal een soort hokjes zijn van ministeries waar ambtenaren toevallig wel of niet ergens aan werken. Dat het politiek eigenlijk een dood onderwerp is. Het CDA daar helemaal niet aan wil. P van de A daar niet doorheen kan breken. Terwijl het gemeentelijk vaak ook door meer, ja, toch ook breder gedragen wordt. En ja, veel goede initiatieven genomen worden. Ik kan het zelf, bedoel, er werd mij gevraagd, wat moet er dan in Leeuwarden gebeuren? Ik heb een paar ideeën daarvoor. Maar ik ken de situatie, dus ik presenteer ze met enige schroom, zal ik maar zeggen. Want misschien doen jullie al van alles hier in Leeuwarden op dat terrein. Ik had al even willen noemen, maar ik heb net al ingesmokkeld. Het gaat niet echt over Leeuwarden, maar die centrale as. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel dingen die zo idioot zijn. Die moet je nu echt niet meer willen. Hè? Grote nieuwe snelwegen aanleggen. Dat is sowieso landelijk zijn dat ook de ambities. Op allerlei terreinen nog. Maar dat kan dus echt niet als je het klimaat serieus neemt. Nog los van de landschappelijke bezwaren. Maar goed, 3 dingen waar ik in Leeuwarden voor pleit. Ik zou zeggen in 4 jaar 10.000 daken met zonnepanelen. Ik denk dat we in Nederland volstrekt niets kennen de perspectieven van zonne-energie. Dit kabinet heeft nu een subsidieregeling in het leven geroepen dat er jaarlijks in heel Nederland 7.000 daken gefinancierd kunnen worden. Dat is beschamend, zeker als je ook ziet wat er in buurlanden gebeurt. Hoeveel werk er ook, welke enorme economische sector we daar zouden kunnen ontwikkelen. En ik denk dat het heel goed zou zijn als steden laten zien, straten vol, dat er gewoon zon op die daken komt. In Italië is nu al rendabel, zonne-energie, vergelijkbaar met de gemiddelde prijs van fossiele energie. Deskundigen zeggen, in Nederland zal het over 10 of 12 jaar rendabel zijn, dus er moet nog wel even wat geld bij. Of subsidies, of mensen moeten zeggen, nou ik ben bereid zelf iets meer te betalen. Sommige mensen willen ook iets meer betalen als ze in een mooie auto rijden. Maar wil je dan niet misschien ook ietsje meer betalen voor als je zonnepanelen op je dak hebt? Dus 10.000 zonnepanelen in 4 jaar, zeg ik. Tweede wat ik op tafel zou leggen is, een GroenLinks wethouder in Apeldoorn heeft een systeem van duurzaamheidsleningen geïntroduceerd. En dat is heel interessant. Voor allerlei investeringen die je aan je huis doet, of ook die corporaties aan huizen kunnen doen. Als het gaat aan de ene kant om het isoleren, aan de andere kant om het toepassen van het gebruik van duurzame energie. Dus ook warmteboilers, al dat soort dingen maar op. Kunnen ze per huis tussen de 2, als je een investering doet tussen de 22.000 euro, kan je geld lenen tegen 2% rente. Nou, en als je een beetje handig bent, meestal heb je dat er al, kan je je rente al betalen uit je korting op je energierekening. Dus dan kan je vrij budgetneutraal die investeringen plegen. En ik denk dat het heel goed zou zijn, maar misschien zijn jullie er al helemaal mee bezig in Leeuwarden. Als jullie ook zo'n systeem van duurzaamheidsleningen zouden kunnen introduceren. Het derde waar ik voor pleit, en dat heb ik maar even onder het kopje rommel opruimen genoemd. Waarvan ik ook niet weet wat er in Leeuwarden aan de hand is. Maar wat je wel bijna overal fout ziet gaan, is die kleine, gigantische energieverspilling. Die heel veel mensen denk ik terecht stoort. Hebben jullie terrasverwarmers in Leeuwarden? Ja. Waarom zijn die er? Ja, ik weet wel waarom. Ja, maar dat is toch eigenlijk van de gekken. Dat je in deze tijd de buitenlucht gaat verwarmen. Terrasverwarmen is bijna net zoveel uitstoot als 1 auto die je jaar rondleidt. Dat zou je gewoon niet moeten willen. Hetzelfde geldt denk ik voor open puien van winkels. In Amsterdam is nu een mooi systeem bedacht voor, ja, dan moet half open puien die nog maar, nou, die 20% energie, over 80% energie besparen. En ik vind ook altijd die vriesvakken in de supermarkten. Die allemaal maar openstaan en staan te jagen. Die zouden toch ook echt allemaal dicht moeten. Ja, ik ben klaar. Alsjeblieft. Op de minuut, hè? Heel goed. Dankjewel, Wijnand. Ik denk dat je hele praktische suggesties hebt gedaan, waar we ook wel degelijk iets mee kunnen. Je hebt gelijk, we doen heel veel hier al bij de gemeente. En dat heeft niet alleen door de bestuurlijke inzet is dat ingegeven, ook ambtelijk vooral. Heb je een hele brede basis nodig, dan heb je niet alleen deskundige ambtenaren nodig, je hebt ook hele betrokken en bevlogen ambtenaren nodig. Nou, er zitten een paar op de eerste rij.
Maar ze zijn er wel op vrijdagavond, dus dat, die betrokkenheid, daadwerkelijk intrinsiek mee bezig zijn, dat is denk ik van groot belang. En een goed voorbeeld daarvan is ook Boe de Boer, die nu nog probeert zijn horloge gelijk te zetten. Boe, onze klimaatridder. Boe, wij doen het al heel erg goed in Leeuwarden. We willen ook dat andere gemeenten het goed gaan doen, dat is jouw andere pet van de provincie. We zien ook heel nadrukkelijk, daar hebben we op gestuurd, een economisch belang van duurzaamheid. We zien ook dat bedrijven die innovatief zijn, die zich willen vestigen in een plek waar die uitdaging wordt geboden, naar Leeuwarden komen. Dan zeggen we, nou, economisch gaat het goed. Het lijkt wel tegenstrijdig, want als alle gemeenten zo duurzaam worden, dan is die economische koek ook weer snel verdeeld. Maar goed, misschien kom je daar nog wel op terug. Maar wat ik nog belangrijker vind, we hebben gezichten nodig. We hebben mensen nodig die dit op de kaart zetten. Maar die mensen hebben achterban nodig. Die moeten volgers krijgen. Ik weet dat jij nog wel eens wat aanbiedingen krijgt. Ik ga er ook vanuit dat je de eerstkomende 10 jaar af blijft slaan en hier gewoon blijft. Maar stel nou dat je wel gaat, hoeveel fakkeldragers blijven er dan over? De Boe de Boer. Pittig vraagje, wethouder. Ik denk, hoeveel fakkeldragers blijven er ook? Nou, 4 jaar terug misschien 2 en nu 12, denk ik. Dat is wel zo ongeveer hoe het ligt. Dus in die zin is er in Friesland is iets aan de hand. En dat gaat snel de goede kant op. Dat geldt voor het bedrijfsleven, dat geldt voor het ambtenarenkorps wat werkt aan energie. Dat is snel groeiende. Als ik even kijk naar de provincie Friesland, bijvoorbeeld. Nou, 3 jaar terug waren we met z'n 2 en nu zijn we met z'n 10. Die doen niks anders dan klimaatbeleid. Doet dat ertoe? Ja, dat doet het toe. Want die zitten bij verkeer en vervoer, die zitten bij milieu en bij woningbouw. Dus het begint te integreren. En integraal het klimaatprobleem aanpakken is de enige manier. Je kunt niet iemand bij economische zaken hebben die daaraan trekt. En vervolgens verwacht dat het de hele organisatie meegaat. En bestuurders vooral, die krijgen het steeds meer op hun netvlies dat het in alle portefeuilles een belangrijk onderwerp is. Dus 12, Yvonne. Best veel, toch? De Leeuwarden Energietransitie maakt vrienden. Ik ga jullie uitleggen dat het gaat om vaandeldragers. En dat zijn dat begint met vrienden. En vrienden worden vanzelf wel vaandeldragers als je maar lang genoeg met elkaar goede dingen doet. Rechts? Dat er niet voor staan. Voor jou? Nee, voor dan sta ik weer voor een ander. Ja, dat ga ik doen hier me. Oké. Het gaat over innovatie. Ja, dit heeft Yvonne ooit zelf bedacht. Ja. Daar ben ik even niet aan gewend. Even terug. Het gaat over duurzame vrienden. Als we in Leeuwarden werken, energie zit nu voor een deel bij energie. Bij economie bedoel ik. En dat is anders. Bij gemeenten is het gek genoeg zo georganiseerd dat energie van nature bij milieu zit. Bij provincies zit het altijd bij economische zaken. En bij het ministerie zit energie ook bij economische zaken. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Het is wel te verklaren uit het verleden, maar het is niet heel logisch, want dan praten die partijen ook slecht met elkaar. En in Leeuwarden is het nu verdeeld tussen milieu en economie. En dat is heel goed. Want daarmee komt er economisch geld vrij, er komt milieu-enthousiasme komt er vrij. En als dat samenwerkt, dan heb je pas, dan gaan ook wethouders van milieu en economie, die gaan samenwerken. En dan ontstaat er iets. Wat wij doen, is dat we proberen een markt in Leeuwarden, dat geldt ook voor Friesland trouwens. Als de markt het oppakt, dan wordt er geld bij verdiend. En dan zijn er dus mensen die verdienen geld met nieuwe bedrijvigheid. Dat noem ik altijd de nieuwe wereld. Als wij in staat zijn om de nieuwe wereld te organiseren, dan is de oude wereld wordt steeds kleiner. De oude wereld noem ik altijd de fossiele wereld. En de nieuwe wereld dat zijn de mensen die werken aan energiebesparing en aan duurzame energie. Die gebruiken geen fossiele brandstoffen meer. En dan heb je een markt. Je moet die nieuwe markt, als je die weet te organiseren, zeg maar, dan gaat er iets gebeuren waardoor het automatisch gaat. Maar dan moet je ook dat is een nieuwe wereld, die kent een nieuwe infrastructuur, dat zijn andere mensen, dat zijn andere bedrijven. Dus je moet vooral je richten op die nieuwe wereld en die moet je blij maken. En de gemeente, die moet niet in dat proces steeds blijven. Je moet in die nieuwe wereld moet je zorgen, dat moet automatisch gaan. Als je er geld mee verdient en scholen trekken met die nieuwe wereld meer studenten aan, dan gaat dat automatisch wel.